Let's start this. Goedenavond, bedankt dat jullie er al zijn vanavond. Dit wordt uitzending 24 van Obscura Live, hier weer in Delft. En aan tafel vandaag twee fotografen die allebei eigenlijk fotograferen in de weddingssfeer. Trouwreportages, of hoe jullie het noemen, meer in de journalistieke zin van het woord. Ja, trouwreportages. Trouwreportages. En daarnaast ook nog leuke dingen meegenomen. Jij zit in de trouwalbums. Christian heeft ook nog een leuk verhaal in het ondernemen. Ik zou zeggen, stel jezelf eens voor. Laten we beginnen bij Wouter. Nou, ik ben Wouter. Ik ben trouwfotograaf. Of eigenlijk, ik zeg het vaak, ik ben fotograaf gespecialiseerd in de trouwfotografie. Mijn merk heet Yes I Do. Doe je nog meer dan, behalve trouwfotografie? Ik doe wel eens zakelijke dingen, maar dat is gewoon eigenlijk onderscheid voor de winter. Maar ja, gespecialiseerd eigenlijk in trouwfotografie en dan met een journalistieke en een meer creatieve insteek. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Ik kom uit een vormgeving achtergrond, dus ik heb 10 jaar lang bij een reclamebureau gewerkt. Veel met marketing en reclame, online reclames gedaan. Eigenlijk begonnen als vormgever en uiteindelijk de stap gemaakt naar fotograaf. En dat is nu denk ik 2,5 jaar geleden dat ik fulltime fotograaf geworden ben. Mm-hmm. En so far so good. Nice. Dan gaan we eens weer naar de foto's kijken. Dan kunnen we kijken wat het beeld is. Leuk. Ja. Aan de andere kant hebben we Christian. Ja, Christian de Groot. En ik fotografeer denk ik nu 8-9 jaar trouwreportages. Ik ben langzaamaan begonnen. En sinds 5 jaar dat ik nu fulltime ben. Dat is ook begonnen met van alles en nog wat aan te pakken, alle soorten fotografie. Maar dat ik kwam er eigenlijk wel snel achter, na een jaar al, van oké, ik wil eigenlijk alleen maar trouwfotografie doen. Door de vrijheid die je hebt als trouwfotograaf, je moet wel bepaalde beelden uiteindelijk afleveren. Maar daar tussendoor kan je alles doen wat je zelf denkt dat leuk is en dat goed is. En dat de journalistieke fotografie die je toe kan passen daar. En dan ook nog waarde creëren voor een bruidspaar. Dat is wel heel erg leuk. Die combinatie. Ja. Dus en de trouwfotografie is wat dat betreft heel dynamisch. Je hebt alle soorten fotografie die komen daar eigenlijk samen. Ja. En dat, dat maakt het zo leuk. Binnen een dag zeg maar dat je het allemaal voor je kiezen krijgt, alle verschillende soorten. Ja, ik bedoel, je doet landschapsfotografie, maar je doet ook eigenlijk productfotografie of macrofotografie. Mm-hmm. Ook portretten en journalistieke fotografie. Ja. Dus ja, dat allemaal bij elkaar, dan is het gewoon, moet je eigenlijk een allround fotograaf zijn. Ja. Nice, erg cool. Ja. Laten we eens even naar wat beelden gaan kijken. Ik denk dat het leuk is. Dan kunnen we een beetje een gevoel hebben wat jullie maken. En vanuit daar kunnen jullie ook vragen stellen. Vragen gaan vanavond over de wedding photography en ondernemen. Nou, het ondernemersstukje komen we zo op. Ik denk dat leuk is misschien voor na de pauze eventjes of iets in de richting. Of er komt zo'n vraag naar boven, dan kunnen we het eerder aanpakken. Vragen kun je stellen via de chat. Chat onder de video van de Facebook. En wij kunnen hier meekijken, dus ik kan de vragen oplezen voor jullie en zij kunnen het beantwoorden. Dus vraag los, zou ik zeggen. Zullen we met Wouter beginnen, de foto's? Wel leuk. Yes. Dan doen we een beetje zo wisselen. Ja? Nou, ik zou zeggen, vertel eventjes bij wat we zien. En, Dit is van een Turks stijl, die ging trouwen. En hiervoor had ik een love shoot gemaakt. Een soort shoot die wordt vaak gedaan voor het trouwen, zeg maar, voor een bruiloft. Dit is toevallig in Rotterdam, dus in de buurt. En zij kwam aan met met deze felle rode jurk aan. Dus dat is gewoon qua kleur een heel mooi contrast met zo'n blauwe achtergrond. Dus dat is waarom ik dit soort achtergronden eigenlijk altijd zoek in mijn fotografie. Mm-hmm. Dus ik ben vaak op zoek naar eigenlijk contrasten en texturen en mooi licht. Dat is eigenlijk waar ik het meest naar zoek ga. Dit is ook weer zo'n achtergrond. Kleur zeg maar die gewoon vet is en mooi combineert met dat rood van het pak natuurlijk. Ja. Strakke lijnen. Ja. Ja, wil je erop zeggen? Ja, wil je erop zeggen? Ik vind het super mooi. Ja. Toch? Ja, het is allemaal wel heel erg grafisch wat jouw fotografie typeert. Nou, dat klopt. Ik denk dat het wel een goede analyse is. Het is echt best wel, het komt uit de grafische kant eigenlijk. Mm-hmm. Net alsof ik het vormgegeven heb. Ja.
is niet met alle beelden zo hoor. Het is vooral namelijk met de fotoshoot dat je meer regie hebt en eigenlijk echt iets creëert. Mm-hmm. Dit ook. Dit is eigenlijk gewoon gecreëerd op een plek waar eigenlijk heel saai ligt was. Het was eigenlijk gewoon heel grauw weer. Dit was in een soort parkje, dus overal hier omheen eigenlijk was alles groen en het licht was van het mooi. En dat was één zo'n loopbrug met grind en twee betonnen muurtjes. En, en de rest was eigenlijk alles geblokt wat groen was. Eigenlijk het park waar we voor eigenlijk daarin daar naartoe gingen. Ja, ja. Bruidspaar wilde graag naar het park. Ja, precies. De groene vogels. Zetten geen park op. Hè? Nee, precies. Ja, ja, precies. Mooi. En dit is toch trouwfotografie die ja, gewoon kick-ass is. En die kan je gewoon aan je muur hangen. Ja. En het is niet van een standaard ouderwetse gedoe met het fonteintje en het heggetje en dat soort dingen. Dat, gelukkig zijn we daar echt way overheen, weet je, dat is echt al 10 jaar geleden. Nice. Wat we nu proberen te doen, in ieder geval wat ik probeer te doen en Christian ook en met heel veel andere jonge nieuwe fotografen die eigenlijk pas kort bezig zijn, is gewoon sterke beelden maken die gewoon impact hebben, die echt zijn. Niet zo, ja, ze zijn misschien gepasseerd, maar artistiek en echtheid. En dit vind ik gewoon tof qua licht eigenlijk. Ja. Een beetje silhouet achter, maar toch ook weer niet. En een beetje een goede mix ervan. Ja. Ja, dit zijn beelden. Ik heb een paar van die journalistieke beelden erbij gedaan. Eigenlijk werken die beelden het lekkerst gewoon in een reportage of in een album eigenlijk. Mm-hmm. Het zijn gewoon echte momenten die voor de, uiteindelijk denk ik, de meeste langst meegaan uiteindelijk van een fotoreportage. Ja. En als je hier goede sterke beelden van krijgt, zeg maar. Dit is de first dance met zijn moeder en de bruid en haar moeder ligt helemaal dubbel, zeg maar, om dat houten klaas, zeg maar, de bruid gewoon probeert te dansen. Dit zijn momenten die gewoon, denk ik, over 20, 30 jaar nog steeds, zeg maar, waarde hebben. Ja. En nog steeds iets doen met de reactie van die mensen. Ja. Ze snappen nog steeds waarover het gaat, weet je, over de dansskills van de bruid gewoon bijvoorbeeld. Ja. Dat blijft jou ook wel bij waarschijnlijk, hè? Ja. Cool. Ja. Nou, dit is ook weer een beetje een grafisch plaatje. Dit beeld is, als je het verhaal kent, is het helemaal nog sterker. Het is moeilijk om hele sterke verhalen eigenlijk in een sterk beeld te vangen. Mm-hmm. Je moet eigenlijk het verhaal kennen, dan snap je hoeveel impact het beeld heeft, zeg maar, voor hun. Want haar moeder was overleden kort voor de bruiloft. Ze hadden de bruiloft naar voren gehaald, zodat de moeder er wel bij kon zijn. Uiteindelijk was het niet gelukt. Okay. De moeder was helaas net voor de bruiloft overleden eigenlijk. Mm-hmm. Dus de hele bruiloft heeft zo'n beladen sfeer dan. Ja. En er wordt zo intens iemand gemist. En dit is de vader en dit is de opa. En die hebben dus meegemaakt dat de moeder overleden is. En na de ceremonie hadden zij eigenlijk een momentje alleen met z'n drieën. En dat is gewoon belangrijk om te documenteren eigenlijk. Ja. Maar ook niet op zo'n manier dat je eigenlijk inbreuk doet op het moment zelf. Ja. Ik kan hier bijvoorbeeld recht voor hem gaan zitten. Dat zou ik het liefst hebben gedaan eigenlijk. Maar soms moet je soms even een stapje terug doen eigenlijk. Om dit soort momenten gewoon eigenlijk te laten gebeuren. En daar moet je soms je grenzen in kennen. En wellicht is het een nog sterker beeld geweest als ik aan de andere kant had gezeten. Ja. Maar ik kende hier mijn soort van grens op een gegeven moment. Ja, soms dan zie je iets gebeuren vanaf een bepaalde plek. Mm-hmm. En dan het gevoel van, oké, dit moet ik nu gaan schieten. Ja. En dan, pas als dat moment als het ware bijna voorbij is, dan besluit je om naar een andere plek te gaan om het daar van ook te proberen, toch? Ja. Ja. Dus het is niet altijd dat je van tevoren meteen de ideale plek altijd te pakken. Nee, maar kijk, dit soort momenten die voel je aankomen, want het is na de ceremonie, je kent het verhaal, je weet dat er zo'n ontlading van emoties gaat komen als ze elkaar gaan feliciteren, waarschijnlijk, dus daar let je erg op. Ja. En dat probeer je op een goede manier vast te leggen, zonder dat je zeg maar te veel aanwezig bent of het te veel het moment probeert te beïnvloeden. Ja. En dat is altijd, vind ik, een moeilijke lijn in journalistiek fotografie. En, vind je? Ja, zeker. Maar wat het sterke ook is aan dit soort foto's, is dat het niet alleen die emotie is, maar dat ook gewoon de compositie helemaal klopt daarin. Dat bijvoorbeeld dat gordijn, dat niet door het hoofd van die man heen loopt. Maar dat je daar wel ook, terwijl je die emoties aan het fotograferen bent, ook op let dat het gordijn precies tussen hun doorloopt. Want anders dan is het beeld minder visueel aantrekkelijk. Ja, precies.
Ja. En dit zijn een beetje snapshots eigenlijk. En wel toch zo met het hoofd eraf en daar weer terug op de deur, zeg maar. Ja, eigenlijk had ik het ik had gespot dat die reflectie zo liep. Maar ja, je moet dan echt geduld hebben voordat je, zeg maar, dit shot goed hebt, zeg maar. Want ik heb hier voor alle mensen die zo'n beetje binnenliepen geprobeerd om die reflectie te pakken. En soms alleen de deur of weet je, soms met voeten erbij, weet je, om dat beeld in één te krijgen. Mm-hmm. En hier was het met de bruid dus gelukt. Dat is wel belangrijk. Ja, ja, gelukkig, die bleef, want die kwam nog een keer terug namelijk. Want okay. Zelfs de eerste keer als ze naar binnen gelopen, liepen er echt een aantal mensen omheen. Dan kwam ze een keer terug, want haar opa moest nog een foto voor de deur. Oh, ja. Dus ik dacht van ja, maar kan ik hem nog een keer proberen. Je bent dus creatief op zoek naar een bepaald beeld. Ja. En dat blijf je proberen en proberen en proberen totdat het lukt. Ja, heel vaak mislukt het, want dit zijn best wel riskante beelden, zeg maar, om voor te gaan. Als er voor de rest nog een ander... Nou ja, waar ik denk van gebeurt. Ik vind het wel super sterk dat je dat dan doet, zeg maar. Maar wat als dit nou mislukt, laat maar zeggen, en je wil dit beeld maken, zet je het in scène? Nee. Jij? Nee, dit niet. Dus als je iets wil dat je echt heel graag op beeld wil hebben, zou je het nooit terugroepen in scène. Je blijft echt repeteren, zeg maar. Nee, tenzij het echt gewoon echt episch is en het ook zo goed zou werken als een artistiek beeld, dus als een fotoshoot beeld. Mm-hmm. Dan zou ik zeggen van jongens, even één minuutje, wil je even hier gaan staan? Ja. Maar dat doe je vaak na de ceremonie of als er tijd voor is. Ja. En dit kan op elk moment tussendoor, kan dit zoiets Maar dit zijn gewoon grappige, vette beelden voor mij, vooral als fotograaf. Dat lukt. Ja. Maar ik denk voor het bruidspaar, is het, Begrijp ik, doen we volgende. Het is misschien een beetje te artistiek voor heel veel bruidsparen. En niks is te artistiek voor bruidsparen, hoor. Oh. Nee. Ze kiezen jou toch vanwege dit soort foto's. Ja, dat is waarschijnlijk wel. Ja, dit is een beetje uit het leven gegrepen eigenlijk. Dit zijn beelden die gewoon elke dag uit gebeuren, zonder dat het op een duit hoeft te wezen. Maar die wel gewoon voor mijn gevoel heel erg sprankelen omdat het echt leven is. Mm-hmm. Dat is gewoon wat het is. Ja, nice. Ah, cool. Dit was op Ibiza. Je pizza is vet. Ja, dat is te zien. Ja. Dat is ook mooi. Dat is met tilt-shift. Ja. Vaak gebruik je dat eigenlijk? Ja, met fotoshoot af en toe. Fotoshoot wel een keer. Jawel. Ja, en dit is ook nog een keer eigenlijk is het in het album is deze zeg maar een soort panorama geschoten. Dus met drie beelden, zodat ik in het album bijvoorbeeld een hele full spread kan maken, zeg maar. Mm-hmm. Met alleen deze foto. Nice. Ja, dat zijn ook wel van die... momentjes, ja. Emotionele beelden met verhaal en... handen zijn vaak... vertellen heel veel verhalen. Mm-hmm. Vind ik vooral oude handen. Dat valt wel erg op. Dit is dan de oma. Je hebt wel overal een mooie logootje onder gezet, Wouter. Dat heb ik niet gedaan. Ja, een baas. Dat mist de kans. Dan kun je het even zeggen na je foto. Dit was een foto van me. Ja, nice. Deze ook wel tof. Ja, dit is een van de laatste beelden van die reportage. Daar was ik ook wel heel lang aanwezig. En het was echt bloedheet. Mm-hmm. Dus zij ging zitten en ze zei van... ik snap niet dat mensen trouwen in zo'n dikke trouwjurk. Het was nog echt gewoon 30 graden die dag. Nice. En gewoon daar blijven totdat je dat soort beelden kan schieten. Nee. Krijg hier succes mogelijk van Remco van Vondelen. Ja. Ook een trouwfotograaf. Zit mee te kijken. Cool. Gezellig dat je er bent, ja. En de rest ook natuurlijk. Ja. Dit is wel tof als je. Dit heb ik met een second shooter geschoten. En die hield dan een lamp vast. Dus een flitslamp eigenlijk. Flitser. Dus je hebt iemand die met jou meeloopt. En als je van afspreekt van ik wil dat je een bepaalde hoek gaat staan voor mij, zeg maar altijd. En dat ding altijd gewoon hoog houdt. En dan lig ik op de grond eigenlijk en zij ging helemaal los in een soort kringetje dansen. En je krijgt een heel mooi zijlicht, weet je, het is echt heel vet. Ja, tenminste, ik vind het vet. Ja. Ik heb nog een leuke vraag die daarop aansluit. Ja. Kunnen we zo even behandelen als we de foto's hebben gehad. Nou, dit is een best wel oude foto van mij. Dat is een van de eerste foto's waarmee ik een beetje voet aan de grond kreeg, zo te zeggen. Het was een soort ander beeld dan heel veel andere mensen zagen. Het was van een trouwkaart en dit is in zo'n karretje geschoten op de Dam. Van een trouwkaart? Ja, voor een trouwkaart, uitnodiging zeg maar. Okay. We wilden graag een... we hadden dit bedacht eigenlijk, van tevoren. Met de Duitsers hadden we bedacht dat we een foto wilden maken in een draaimolen. Mm-hmm.
Dus we hadden eerst een draaimolen uitgezocht ergens bij Austerlitz, bij Zeist ergens, in het bos. En toen was ik toevallig in Amsterdam en zag ik, hé, dit is kermis op de Dam. Dus toen heb ik ze, de dag daarna heb ik ze naar de Dam getrokken. En toen hebben we deze foto gemaakt. En dit is de eerste foto waarmee ik een beetje zeg maar, wat prijzen won. En een goede marketable foto was. Ja, super. Ja. En toen kwam die. Deze is van vorig jaar, denk ik. Dit zijn wel de type foto's waar ik nu echt het meest op kik eigenlijk. Gewoon, weet je, wat je vastlegt is gewoon eigenlijk de liefde van twee mensen, maar ook voor alle mensen eromheen eigenlijk. Mm-hmm. Zo'n trouwdag is niet alleen maar gewoon een thuispaar. Het is ook eigenlijk dat het stel zeg maar, trouwt als het ware met al hun vrienden en alle mensen die zij belangrijk vinden omheen. En zij waren op dat moment echt zo dolgelukkig. Dit was gewoon een spontaan moment. En ik stond voor mijn gevoel ook, zeg maar, weet je, precies daarachter, squared up, zeg maar. Dit is gewoon voor mij een beeld die wat dat betreft heel veel doet. Zeg maar. Ja, komen we voorstellen. Super. Ja, dit is wel een tof beeld. Zoek het bereisbaar, ja, dit is meer een soort landschapfotografie, een beetje artistiek. En, met de flitser en in dat linksonder gedeelte. Het is één foto trouwens, gewoon dat witte wat je ziet als de wc. En daar een flitser op gezet, zodat je een witte achtergrond krijgt eigenlijk. En dan de Duitspaar daar weer schuin op zetten, zodat je de silhouetten probeert te zien. Maar de bruidegom, ik stond trouwens buiten. De bruidegom was op dit moment wasted. Dus het was vrij moeilijk om hem aan te sturen. Want ik had eigenlijk een nog beter silhouet gewild eigenlijk. Maar ja, kijk, weet je, soms is dit wat het is. Ja, dit is dus reflectie in het raam wat je ziet. Ja. Ik dacht dat het een grote fotowall was of zo. Die ergens binnen op de muur stond. Weet je wat ik dacht? Dat het zo'n hokje was wat buiten staat, zo'n wc waar je in kan. En dat het gewoon de achtergrond was van een terrein of zo. Oh, zo. Dat is een reflectie, hè? Ah, ja. Nee. Cool. Nee, zie maar, dit is in Rotterdam ook. Prachtig. Nice, hè? Heet het. Prachtig heet het, hè? Onder de Erasmusbrug. Cool. Ja. Ja, dit is ook weer met een love shoot. En het is tof als je daar wat, een beetje beweging in krijgt. Dus niet dat mensen alleen maar mooi gepasseerd staan, maar gewoon eigenlijk dat er gewoon echte dingen gebeuren. Ja, dat is vaak het moeilijkste om dat aan te sturen. Ja, Want je kan mensen overal neerzetten, je kan ze naar elkaar laten kijken en eigenlijk een soort van niks laten doen. Maar die spontane momenten creëren tijdens een fotoshoot, dat is het moeilijke. Begrijp ik. Cool. Was dat dan nog? Hebben we nog meer? Nog vier foto's. Nog vier, nou, kijk zo. Dat, wil je nog vier bewaren of zeg je, laten we die laatste vier ook gewoon gaan doen, hè? Ik weet niet of mensen nog zitten te wachten. Of je al zat zijn. Nee, ik vind het werk toch om te zien, dus ik zou het laat lekker zien, hoor. Ja. Ja, dit zijn ook beelden die je eigenlijk in een reportage moet zien. Dat is eigenlijk een compleet verhaal van de hele dag. En eigenlijk, dit is een beeld, zeg maar, ze liepen dus van punt A naar B. Door de winkelstraat in Utrecht, dus dat wilde ik graag fotograferen. Dat was onderdeel van de bruiloft. Maar dan kun je natuurlijk gewoon vooruit gaan rennen en dan ze in het gezicht schieten van achter, weet je, in de winkelstraat, lange lens. Daar zijn allemaal ideeën voor. En je kunt ook, zeg maar, tenminste wat ik graag wilde doen, of wat in mijn hoofd schoot, ik wilde vanuit de winkel doen, dus door de winkel heen. En vervolgens kreeg ik dan, zeg maar, reflectie daar aan de zijkant. En dat was eigenlijk een cadeautje. Dat is eigenlijk iets waar ik niet... waar ik van tevoren niet had op gerekend, maar dat was gewoon dat zijn van die cadeautjes die je soms krijgt. Dan denk ik, dat is als je de goede weg kiest, of een keer een andere weg kiest die je normaal nooit kiest, kan je ook iets nieuws verwachten. Ja. In dit geval ook. Maar dat is hetgene waarom deze foto nu sterk is. Als die er helemaal niet in had gezeten, dan had je, de bruidegom was dan, staat achter de bruid, maar dat maakt nu helemaal niet meer uit omdat die reflectie er is. Je ziet hem eigenlijk in de reflectie, zie je meer, lijkt het wel. Ja, cool. Ja, en dat zijn beelden in een complete reportage eigenlijk. Maar dit was eigenlijk ook, dit is nog 200 meter verder. Gewoon een beetje een alledaagse setting eigenlijk. Ik vind dit soort, zeg maar, normale dingen. Het liefst zou ik ook, zeg maar, bijvoorbeeld een fotoreportage maken van een normale dag uit mensen leven. Ja. Of gewoon, weet je, als jij gaat hangen met je vrienden of zo, daar een fotoreportage van hebben. Ja, dat zou ook tof zijn. Dat vind ik ook goed. Maar op een bruiloft, zeg maar, dan is het een soort toegestaan en dan krijg je toegang om dat te doen. Ja. Maar in het normale leven eigenlijk is dat
is dat iets wat je niet zo snel doet. Ja. Tenzij je iets groots te vieren hebt. Ja. Terwijl er iets groots gebeurt. Deden de live sessies, hè? Ja, ja, klopt. Ja. Ben je er mee bezig? Nee, maar ik ben laatst zelf gefotografeerd door Lisbeth Parlevliet. Het was wel heel bijzonder om een keer mee te maken. Mm-hmm. En dat heeft me wel getriggerd, wil ik niet zeggen, want ik ben er nog niet mee begonnen. Maar het is wel iets waarvan ik denk dat dat me leuk lijkt. Ja, 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 goed. Lijkt me ook toch. Proberen. Ja. Ja. Maar het is lastig, denk ik, een lastig product. Om zeg maar om te verkopen ja. Ja. En misschien meer aan de bedrijfkant, laten we zeggen, een derde life in een bedrijf, hoe ziet een bedrijf eruit of Nee, maar ik denk dat dat iets is wat vooral fotografen zouden het tof vinden, die snappen zeg maar de meerwaarde. Mm-hmm. Maar aan normale mensen dat is moeilijk te verkopen, denk ik. Ja. Tenzij je moet echt, ik denk dat het lastige ding is om te verkopen, maar er zijn een aantal mensen die er nu mee bezig zijn inderdaad, en ik vind het wel echt heel vet om te zien. Vooral als er echt speciale verhalen zeg maar, te zien zijn uiteindelijk op de foto. Van bijvoorbeeld vrienden van ons die hebben een kindje die is ziek. Als je daar een verhaal van ziet, dan weet je nu al van die beelden die hebben nu al die impact. Mm-hmm. Maar over zoveel jaar, dan hebben ze nog meer impact. En voor in zo'n situatie, dan snap ik ook zeg maar, dat je dat laat doen. Van we willen dit moment nog bewaren, deze situatie willen we bewaren. Ja, dat klopt. Ja, dat zou een doelgroep kunnen zijn, zeg maar, die daar... Maar het is lastig om daar echt een product van te maken dat begrijpelijk is, dat mensen echt wat voor over hebben. Ja. Je moet het echt zien en dan pas denken van, oh shit, ja, dat is vet. Ik denk, bewaar me voor naar de foto. Je hebt nog twee foto's, toch, volgens mij? Dus vergeet je mag ook die vraag doen, hè? Ja? Er kwam net een vraag voorbij. Jij zei net, ik werk wel eens met een second shooter. Staat hier, doe je een bruiloft vaak alleen of heb je ook wel eens een assistent erbij om alle hoeken in te dekken, zeg maar? Ik doe eigenlijk, wat op mijn site staat, is denk ik voor 98% alleen geschoten. Alleen vorig jaar heb ik een aantal keer een second shooter mee gehad. En voor dit jaar heb ik de helft zo'n beetje met een second shooter geboekt. Mm-hmm. Een vaste second shooter. En dat is eigenlijk wel goed bevallen, want dat geeft mij zeg maar... Een soort van de rust af en toe zo van oké, ik heb het moment van twee kanten. Soms mis ik het ook wel eens. Ja. Maar je kunt gewoon soms niet op twee plekken tegelijk zijn. En soms kun je van tevoren bedenken van het is wel vet als bij de binnenkomst bijvoorbeeld een shot van bovenaf of een shot van heel ver weg. Ja. Of iets riskants met een reflectie vanuit weet ik veel waar. Iets geks. Dat zijn riskante shots, want je wil zeg maar binnenlopen, wil je gewoon een goede foto van hebben. Ja. En second shooter geeft me dan zeg maar wel de vrijheid om of voor dat shot te gaan of tegen haar te zeggen van ga voor dat shot en dan maak je de safe shots wel. Ja, en zo net als bij die flitser ook, laat maar zeggen, dat je gewoon... Zo'n feest is het echt ideaal. Eigenlijk zullen we op zo'n feest bijna niet meer doen zonder second, omdat het gewoon anders niet te doen is. Het gaat zo snel allemaal en je kunt wel flitsers opzetten, wat ik altijd wel doe, maar ze moeten net in de juiste hoek staan zeg maar, dat ze op de optimale plek staan van de flitsers. Daar staan anders vaak mensen voor, hè? Als je gewoon flitsers in de hoek hebt staan, dan staan mensen in een groepje te dansen. Ja. Komt er nooit goed licht op. Als persoon kan je er een beetje tussen houden. Vooral als ze dan op de grond gaan dansen en liggen en zo, dan is het klaar, hoor. Dat zijn juist de vetste dingen. Nee, ik begrijp. En Christian, jij, gebruik jij als second shooters? Ja, ik ben daar ook vorig jaar mee begonnen. En het is ook goed bevallen. En dit jaar ga ik dat doorzetten. Kijk, het is wel lastig om een vaste second shooter te vinden met voldoende ervaring, heb ik ervaren. Mm-hmm. En degene die voldoende ervaring hebben, die fotograferen zelf ook op bruiloften. Ja. Dus die zijn niet altijd beschikbaar. Nee. Dus dan moet je wat concessies in doen af en toe. Maar het is ook leuk om iemand wat meer op te leiden daarin en mee te nemen. Ja, cool. Nou, goede vraag, Bobmans. Vond het leuk. Even kijken hoor, wat hebben we hier nog meer? Welke lenzen gebruik je eigenlijk het meest als je dan het meest aan het fotograferen bent in een bruid, in een trouwdag zeg maar? Zijn er bepaalde lenzen van dit is altijd wel standaard wat ik bij me heb of wat ik op zitten? Ja, wat ik standaard in mijn tas heb zitten, dat zijn voornamelijk prime lenzen. Eigenlijk vind ik het niet zo boeiend welke lens ik mee heb. Ik had laatst een tijdje 24-35 mee van Sigma. Dat is een zoom lens, groothoek zoom lens is dat. Omdat ik voornamelijk eigenlijk schiet op 35. Mm-hmm.
Maar die lens die was net niet helemaal lekker goed bevallen, omdat die gewoon, die mist gewoon wel wat scherpte. Omdat het een zoomlens is. En nou, zeg maar technisch gezien, de chromatic aberration vond ik echt vond ik niet kunnen. Vond ik echt te veel. Dus oh shit, ik moet hem nog verkopen trouwens. Ja. Ik zeg er meer voor de rest van de economie. Maar ik wil hem eigenlijk verkopen en eigenlijk wil ik die andere 35 van Canon nu, die twee, kopen. Want ik schiet nou met de Sigma 35 Art. Mm-hmm. Ja. Schiet ik veel in de Sigma 50 Art. Dat is ook een goede lens, die vind ik wel echt top. Ja, die hoort veel ook in de Art serie. En ik heb nog een Sigma 85, niet een Art, maar een oude, een goud randje. En die is ook wel prettig, vind ik. Als schiet ik veel minder met 85 dan, dan dat zou moeten. Ja. Het is eigenlijk heel weinig met 85. Dat zou moeten? Hoezo zeg je dat zou moeten? Ja, ik zie soms beelden van mensen die heel goed met telelens overweg kunnen. En denk van, ah shit, man, ik moet dat echt goed kunnen. Dat geeft wel echt meerwaarde als je qua beelden, vind ik, een gevarieerde reportage kunt maken. Want 35 is gewoon heel prettig en daar kunnen heel veel mensen goed mee overweg. En dat is gymnastiek goed. Mm-hmm. Maar ik vind dat als je alleen een reportage schiet met 35, dan vind ik het gewoon eigenlijk te beperkt. Ja. Je wilt daar gewoon wel wat variatie in hebben. Ja, er zit te weinig verschil in de hele lijn, zeg maar. Ja. Als je een teler erbij zet, dan zie je het gelijk. Als iemand gewoon hele heftige emoties heeft of zo, de bruid, weet je wel, met een speech of zo, en ze heeft, dit valt een traan van haar ogen af, weet je. Dan wil ik ook wel een keer zo'n vette foto, dat ik precies alleen die traan heb met dat oog, of met die lippen erbij, weet je zo. Ja. Maar het is gewoon niet mijn ding allemaal. Frank Boetenay foto. Ja? Zo heet hij, als Frank Boetenay heeft geschoten. Die traan die hier dan... aan die kin, ja. Ja. Ja, die is ook niet zo. Dat is echt vet. Oké, cool. En jij, Christian, heb jij een bepaalde les die je altijd bij hebt? Nou ja, ik schiet ook met 35 en 85. Ik schiet wel ongeveer een derde van mijn reportage met 85. Ja, kijk, 35 is wat dat betreft ideaal, omdat het gewoon vrijwel geen vervorming heeft. Mm-hmm. Het is ongeveer het beeld wat je ziet. En het is gewoon heel natuurlijk. Foto's zien er heel natuurlijk uit ermee. Maar het is inderdaad wel wat je zegt. Je bent moet oppassen dat je niet beelden gaat schieten met 35, omdat je die nou eenmaal in je hand hebt. Want je bent snel geneigd om toch nog te veel informatie erbij in te nemen in het beeld, terwijl het helemaal niet van belang is soms. Ja. En dan is die 85 wel, wel heel goed. Ik heb ook een 70-200 die ik gebruik eigenlijk alleen bij ceremonies. Als je wat van achter in de zaal wil schieten. Ik heb nog een macro lens voor wat ringshots eigenlijk, voor de rest helemaal niet. Ja. En een 16-35 voor hele kleine ruimtes, ook bij ceremonies of weidelandschappen, zoiets. Schiet je wel eens op 16 dan? Nou ja, ik heb wel eens op 16 een kerk of zo, weet je. Ja, ja. En dat is dan zwaar vervormd. Ja. Maar ja, goed, het is dan... valt dan onder de noemer artistiek, hè? Ja, precies. Ja. Zolang je het nou mooi belicht. Cristiano Postinelli bijvoorbeeld, die schiet alles 24 of 16 of ken je die? Ja. Ja. Ik vind het moeilijk als je sterke beelden kunt maken met zo'n extreme hoek. Ja. Er zit echt zoveel informatie in zo'n in al die hoeken, zeg maar. Het is vaak veel moeilijker om te controleren, denk ik. Ja. Ja, dat denk dus ik schiet met 24 schiet ik trouwens s'avonds wel veel met feestfoto's. Dan heb ik altijd 24 erop. En dan is het eigenlijk de hele avond 24. Oké, nice. En laat maar zeggen, je schiet heel grafisch, zei je ook net, laat maar zeggen. Hoe ga je te werk om zo'n plaat te krijgen? Zit dat gewoon in je systeem? Of heb jij wel een bepaalde werkwijze om tot zo'n plaat te komen? Ja, ik denk dat iedereen wordt getrokken, zeg maar, door andere interesses. Of als ik met Christian door het gebouw zou lopen, dan zou andere dingen opvallen dan mij. Mm-hmm. En dat is gewoon het onderscheid van een fotograaf eigenlijk. En op een of andere manier word ik vaak getrokken door zeg maar lijnen of zo. En mooi licht eigenlijk. Maar daar hebben wel meer fotografen. Ja. dat is een beetje de combinatie. Dus
daar komt het bij mij vandaan. En ik zoek altijd wel, zeg maar, ik ga altijd op zoek naar een soort van lijnen. Mm-hmm. En rustige achtergronden eigenlijk, waarbij ik eigenlijk achtergronden kan elimineren, dat er geen ruis in zit ofzo. Ja. En dat is voor mij in ieder geval, mijn ervaring, geeft mij dat de sterkste beelden. En dus vaak laat ik bijvoorbeeld ook bruidsparen de locaties kiezen voor de fotoshoot. Want ja, fotoshoots is nog steeds zeg maar iets wat wel gepland is en wat nog gedaan wordt. Ook al werk je als journalistiek, wordt altijd nog wel verwacht toch om een paar foto's van een fotoshoot zeg maar te maken. Ja. En dan laat ik ze eigenlijk altijd gewoon vrij en kies maar wat. En als we daar zijn, dan kijk ik van oké, waar heb ik een achtergrond met een structuur? Waar heb ik gek licht? Waar heb ik veel schaduw en een klein beetje licht? Mm-hmm. Weet je, dat soort dingen, zo pak ik het aan. Dus vaak ken je de locatie. Ja, dus zo ga je bijvoorbeeld naar ik adviseer mijn stellen vaak ook dat ze echt niet moeten kiezen voor een kasteeltuin met een fontein en dat soort dingen. Dat is gewoon, laat maar zitten. Weet je, de meest toffe plekken kom je eigenlijk op de meest onverwachte plekken eigenlijk tegen. En, ja, soms een boerderijtje ergens met een klim op een oude verrotte muur. En waar net mooi strijklicht, weet je, aan de zijkant voorbij komt. Dus ja, dat zijn de plekken die ik interessant vind. Ja, gewoon onverwachte plekken en een beetje contrast te zoeken. Ja. Cool. Ja, dus ook zat vaak dat we naar een fotoreportage rijden met een bruidspaar. En dat ik gewoon de andere tag, jongens, hier stoppen, we gaan hier een foto maken. En dan denk ik, hè, wat, hier? Met die kliko's? Weet je? En dan lijkt dat gewoon een hele mooie plek te wezen. Ja, dus je moet je wel in de hoed zitten. Nou, soms waren ze achter me aan. Oké. Handen eraan. Deze kant op. Voor 18. Ja, nice. Zullen we van jou ook even wat beelden kijken, Christian? Ja, dat is goed. Sowieso, als jullie vragen hebben, stel ze tussendoor. Dat kan gewoon in de chat. Je hebt net wat foto's gezien van Christian, van Wouter, sorry. En nu gaan we van Christian wat kijken. Dus mocht je vragen hebben, stel ze gewoon gerust tussendoor. We behandelen ze na de fotootjes zeker. Ja, dit is ook alweer wat de oudere foto van mij. Die voor mij ook wel een omslagpunt is geweest. Meer in het lef wat je af en toe moet hebben als fotograaf om beelden te kunnen maken die uniek zijn, die anderen nog niet gemaakt hebben of die onverwacht zijn. Hier was een ceremonie gewoon aan de gang en ik zag die meisjes door het raam kijken, dus ik ben naar buiten gelopen tijdens de ceremonie terwijl ik alleen was om toch hier dit beeld te maken. En ben toch wel 5 minuten buiten geweest, omdat het voordat het allemaal goed uitlijnde. Want die gezichten van die bruidspaar, die moesten precies in het donkere stuk van de weerspiegeling in het raam vallen, anders zag je ze namelijk niet. En die meisjes die stonden eerst alle drie, dus toen kreeg ik dat niet voor elkaar. Dus het was wachten, totdat het allemaal wel op zijn plek viel. Ja. Zag het bruidspaar jou ook bezig buiten, of niet? Nee, volgens mij niet. Gaat hij weg? Nee. Heb je een trouwfotograaf ingehuurd en dan heb je dan buiten gegaan? Ja, peert hij hem thuis, zeg maar. Precies. Dus dat is inderdaad wel, kijk, en nu, dan weet je dat het kan en je weet dat het ook resultaat kan gaan opleveren. Nu doe je zo dat soort dingen veel makkelijker. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een beetje een voorbeeld van foto's die ik graag maak binnen een reportage. Wat eigenlijk detailshots zijn, alleen dan wel met een verhaal. Weet je, hoe makkelijk is het om zo'n blad met oesters je lens erop te zetten en een oester te fotograferen. Om te laten zien dat die oesters er ook waren tijdens die dag. Maar ik vind het veel leuker om, als het blad boven de tafel gehouden wordt, om dan in te letten op alle lijnen die recht lopen en alle handen die naar die oesters grijpen. Weet je, waardoor het dan toch een geslaagd beeld wordt op die manier, die wat te vertellen heeft. Een fotoshootbeeld.
eigenlijk waren we hier eventjes aan het wachten op ceremoniemeesters die ook daar naartoe zouden komen. En de bruid zat nog in de auto. Ja, ik heb de bruidegom toen wel gevraagd om ook aan die kant van de auto te gaan staan. Ik heb een tijdje met de deur zitten spelen om te kijken hoe dat raam precies uit zou komen tussen de boom en de bruid. En, dus dat, op dat moment ben je dan wel een beetje aan het puzzelen in je compositie. Ja, dat is ook een beetje een grafisch beeld, denk ik. Waar mijn voorkeur ook wel uitgaat hoor, tijdens een fotoshoot. Dus wat dat betreft zijn er wel wat overeenkomsten, denk ik. Mm. Tussen, hoe zou je jouw stijl omschrijven? Ja, vind ik moeilijk. Het is denk ik toch een mix van voornamelijk journalistieke fotografie. Want die fotoshoots, die doe ik wel, maar met steeds minder liefde eigenlijk. Ik vind het steeds veel leuker om goede beelden te maken tijdens de dag zelf dan tijdens de fotoshoot. Als het lukt tijdens een fotoshoot en je maakt de gave dingen, dan gaat mijn hart daar ook wel sneller van kloppen. Maar als dat gebeurt tijdens de dag zelf, hè, je hebt niks in de hand en je ziet het gewoon gebeuren en je bent op zoek naar dat moment en op zoek naar composities, je bent daarvoor echt aan het werk. En alles komt dan samen, dat vind ik veel leuker dan tijdens een fotoshoot. Ja, en moeilijker. Daarom vind ik het ook leuker, denk ik. Ja. Kijk, dit is wel een foto die waar ik lang mee bezig geweest ben om tot dit resultaat te komen. Want we waren toen bij een stadstheater in Zoetermeer. En die hadden zo'n gaas, hadden ze wat ze naar beneden konden laten rollen. Dus het bruidspaar zat eigenlijk achter een gaas. En ik sta aan de andere kant van dat gaas. En ik heb een flitser achter het bruidspaar nog neergezet. Ja. Dus de schaduw die komt op dat gaas wat tussen mij en het bruidspaar zit. Ja, tussenin, zeg maar. Ja. Het is wel zo'n beeld waarvan je afvraagt van hey, hoe doe je het? Is het double exposure of zo? Misschien weet ik van. Het zijn wel beelden, zeg maar, die wel goed te marketen zijn. Toch? Ja, het is in ieder geval iets wat iets bijzonders is. Het is niet een bruidspaar in een mooi veld met bloemetjes en een hoop bouquet. Wat ook mooi kan zijn. Alleen, dat zie je gewoon heel veel. En op deze manier val je wat meer op. Ja, is ook wel top. Ja, dit beeld, dat is... ben ik ook wel heel blij mee hoe het is uitgepakt. Want ik zag in Den Haag, was dit, in de trouwzaal. En die mensen die onderdeel zijn van het schilderij, die vielen me eigenlijk meteen op toen ik daar binnenkwam. Die rij met mensen die eronder zit, die moesten bepaalde uitdrukking hebben. Dus ik ben, ik denk wel 3-4 keer teruggegaan naar diezelfde plek. En heb daar zitten wachten totdat er iets leuks gebeurde, waardoor al die mensen een uitdrukking kregen. En dat, op een gegeven moment gingen ze naar het ja-woord, dus dan moesten ze daar weg. En dan ging ik weer terug, dan gingen ze naar de ringen, dan moest ik weer weg. Dus er gebeurde de hele tijd dingen waardoor ik weg moest van die plek. Maar ik ben toch weer teruggegaan en vlak voor het einde van de ceremonie. Ja, werd er dus een grap gemaakt waardoor iedereen zo reageerde. Toen was ik er wel klaar voor, want ik zat er al. Ik wist precies wat ik wilde schieten. Ja. Dus dan, dat geeft het meeste voldoening. Als je zo bewust bezig bent met een beeld en een idee in je hoofd hebt en je kan het dan ook nog op die manier uitvoeren. Ja, het is een beetje als dat schaduwmoment, zeg maar. Dat je ook gewoon aan het kijken bent, aan het kijken en doen, kijken weer terug en dan pakken, zeg maar. Ja.
Ja, dit was van een bruiloft. Dat was de eerste van het seizoen van vorig jaar. Ik was nog geen 10 minuten bezig bij de bruid. En die ging echt vol in harde zonlicht ging ze zitten. Daar werd ze dus opgemaakt. Ja, omdat ze zo in dat harde zonlicht zit, wordt die muur erachter al heel erg donker. Die was al een beetje grijzig. Dus ik hoefde hem eigenlijk nog maar een heel klein beetje te bewerken om die muur helemaal zwart te maken. Ja. Maar ja, het is wel het anticiperen op die kwast die op een gegeven moment naar toe gaat komen. En dat was al een paar keer gebeurd. Ja. Ik dacht van ja, ik moet hem vangen op het moment dat hij daar naartoe gaat. Dat is gelukt. Wat maakt de foto? Het lijkt ook net een beetje, het is heel iets anders, maar het lijkt net een beetje op darten, weet je, er vanaf een afstandje zag die kwast erin. Ja. Grappig. Nee. Ja, dit is diezelfde bruiloft, net zoiets. Ik zie een voor inderdaad net zoiets. Zo'n Da Vinci, als dat babytje nou ook zo de vinger had uitgestoken, dat je zo'n Da Vinci. Niet die foto dan. Ja. En iedereen vraagt op wat voor manier ik dit heb belicht of of ik dat heb opgezet. En er zijn al een heleboel foto's gemaakt en ook bekend waar die spray is gebruikt van het parfum. Maar goed, dit is ook niet van tevoren opgezet, niet gevraagd of ze die spray wilde gaan doen. Maar ze stond hier ook tegen een donkere muur, terwijl er rechts van haar en links van haar achter er een raam was. En die geeft gewoon het licht op die armen. Mm-hmm. En dan is het heel erg onderbelicht, echt op de highlights. En dan in de nabewerking kan je er wel wat extra punch aan geven natuurlijk. Ja, het is echt er klaar voor zijn en zorgen dat je belichting goed is. Dat is ook een keer niet zo'n hele spray, hè? Dat is niet zo'n pistraaltje. Eigenlijk dat je erop zou moeten zien kletteren bijna. Cool. Ja, hij heeft ook wel wat sensueels of zo, dat pistraaltje. Ja, oké, okay, ja, misschien. Ja. Ik dan niet. We worden geblokt dadelijk op YouTube. Ik hoor ja. Ja, hier hebben we een typisch geval van Drag the Shutter. Ja. Tijdens een openingsdans. Je komt niet altijd in de meest geweldige lichtsituaties tijdens een feest. En een van die dingen die ik dan wel vaak doe is gewoon je sluiter wat langer openzetten en spelen met het licht terwijl je flitst. En ik denk dat met een halve seconde of zo een sluiter openzetten. Mm-hmm. En, het moment vangen kan je alsnog, want de flitser bevriest het eerste moment als je afdrukt. Dus gewoon afdrukken en slepen met je camera en dan kijken wat het resultaat wordt. Dat is het eigenlijk. Ja, nice. Ja, leuke momenten. Ik vind dat de getting ready. Als een bruid opgemaakt wordt en zich aangekleed, dan de spanning voel je vaak een beetje toenemen wel. En er gebeurt een heleboel, maar toch heb je als fotograaf wel enigszins tijd om dingen vast te leggen, om dingen van tevoren te bedenken hoe je het wil aanpakken. Maar ja, aan de andere kant. Als ze dan eenmaal die jurk instappen en er komen allemaal mensen bij en je hebt bijna geen ruimte meer om te doen wat je voor ogen had, dan moet je toch improviseren en ter plekke kijken wat je ervan kan maken. En bij deze heeft het goed uitgepakt. Ja, cool. Ja, groepsfoto. Leuk moment van vandaag. Nou, en door. Ja, dat. Die moet je vaak ook maken en het is steeds meer kunst om daar wat wat geks mee te doen. Ja, het is een beetje voor trouwfotografen, groepsfoto's vaak een beetje het verplichte nummer. Mm-hmm. En je moet het soms doen, maar ik vind het, hoe surf het soms ook is,
Want soms heb je stellen die zeggen van, ja, wij willen graag spontane groepsfoto's. En dan kijken ze jou aan. Of ja. Ja. Oké. Maar nu moeten we spontane groepsfoto's gaan verzinnen. Dus dat werkt dan niet. Anyways. Maar ja, er zijn fotografen die het wel kunnen. Maar, ja. Ik vind de groepsfoto's uiteindelijk, zeg maar, ook al is het soms een beetje suffig voor de fotografengevoel. Weet je, het is meestal met 10 minuten werk voor mij. En het is wel een soort van traditie, vind ik. En daarom doe ik het ook. En daarom vind ik het oké om te doen. Ja. Het is een soort traditie die eigenlijk vanaf de uitvinding van de camera eigenlijk gedaan is. Toen moesten mensen echt stilstaan, omdat je halve minuut moest belichten. Ja. Maar, weet je, het is eigenlijk gewoon een traditie die vanaf toen al is begonnen. En mensen die op belangrijke momenten hebben altijd een groepsfoto gemaakt. Dus ik zou er ook niet mee stoppen. Daarom zeg ik ook altijd tegen mijn sterren gewoon wel doen. Ja. Het zijn ook de foto's die de opa's en oma's staan op de kastjes hebben. En ja. Dat zijn de must-have foto's. Ja. Dat is ook wel leuk. Je nodigt een aantal mensen uit op je dag. Weet je, het is ook wel leuk als je die bij elkaar soort hebt in een bepaalde. Ja, kijk, als fotograaf probeer je natuurlijk creatief bezig te zijn en vernieuwend. Maar je wil de dingen die, zeg maar, moeten, die zijn een soort van killing voor je creativiteit. Ja. Maar daarmee kan ik het voor mezelf wel, dat ik denk van oké, maar dit is wel belangrijk. Het is wel iets wat gewoon over. Het gaat nog steeds, zeg maar, zijn het belangrijke foto's over 10, 20 jaar. Ja, zo zou je een aantal momenten hebben op zo'n dag waar dat wel. En ook hoe surf het ook is, dat is ook met groepsfoto's zo. Ja. Ja. Wel, ik me er wel bijna druk over maak dat, dat het dan die surf groepsfoto is die ze kiezen om op een muur op te hangen of aan open te geven. Ja. Terwijl er zoveel mooiere foto's in die reportage zitten. Ja. Waar wel echt gevoel in zit. En, wat veel mooiere en betere foto's zijn. Ja. Dat is toch zonde. Ja, klopt. Hey, we zitten op de tijd voor een, voor een pauze, zie ik hier zo op de dinges. Willen jullie een korte pauze houden eventjes? Dat we zeggen, we pakken een drankje en een dingetje en ik weet niet of je een biertje wil. Anders maken we mijn foto's nog eventjes af. Anders, dan pak ik een biertje als de foto's erin. Kan jij lekker babbelen? Is goed. Zet ik de biertje op tafel? Kan jij foto's in beeld, David? Dan kan, zorg ik voor de drankjes. Dus door thuis blijf je dan zitten. Geen drankjes halen, je moet nu blijven kijken. komt goed. We hebben ook een paar leuke vragen voor, maar die doen we daarna dan eventjes naar de foto's. Van Marco de Lee heeft een leuke en Martijn van Delden. Dus die komen zo zeker aan de beurt, jongens. Okay. Ja, een typisch gevalletje van kijken naar de omgeving, naar de reacties van mensen op het bruidspaar. En niet alleen maar focussen op het bruidspaar, want die heb je de hele dag al genoeg in beeld. De mensen eromheen, die zijn ook belangrijk voor de reportage. Cool. Ja, het moment van weggeven, hè, van vader die zijn dochter weggeeft. Zich zit hier alles mee. Hè? Het licht is goed, alles valt binnen de lijntjes. En de uitdrukkingen op de gezichten zijn mooi. Dit zijn een soort beelden waar je waar het voor doet en die je in elke reportage hoopt te maken. Als je zo'n beeld hebt van je vader en je bent zo'n bruid, dan kan je je voorstellen hoeveel waarde dat geeft voor zo'n bruid. Ja, dat is de ding. Ik bedoel, die vader die wordt. Die is al oud. Die wordt ouder. Ja. En ga maar na, weet je, hoe belangrijk het is. Ja, inderdaad. Ik doe het niet voor. Dus diezelfde bruiloft. Na de ceremonie dat ze naar buiten komen lopen. Deze heb ik dan wel met de second shooter gemaakt. Er was Jarg Wolthuis erbij. Ja, oké. En die had toen wel wat meer een safe shot gemaakt. En ik ben vanaf afstand met mijn 70-200 heb ik dit beeld geschoten. En door de geringe scherpte, diepte, kreeg de bellen die geblazen werden, kreeg zo'n mooi effect. Dus, bokeh bellen. Ja, die krijg je niet altijd voor elkaar als je er dicht op staat. Mm-hmm. Je hebt ook lenzen die dat doen, hè? Bubble bokeh, hoe zei je dat? Die lenzen die ook in die belletjes achter dingen. Ja. Zo zien de bellen eruit als je er wat dichter op staat. Ja, dit soort dingen vind ik ook leuk om te schieten tijdens recepties. Weet je, gewoon details proberen te zoeken waar leuk, bijzonder of mooi licht valt.
maar toch de menselijke elementen erin proberen mee te nemen. En een stukje van de bruidsjurk in dit geval, om het de juiste context te geven. Ja, dit is ook van die bruiloft. Vader die na zijn speech zijn dochter heeft gefeliciteerd. Of dochter die vader bedankt voor de speech, is het eigenlijk. Ja, dit is zo'n moment dat gaat zo snel. Dat moet je van tevoren anticiperen en ook een beetje geluk hebben dat je op die plek staat. Mm-hmm. Maar ja, wel heel leuk om dit soort beelden te maken. Ja. Het is mooi dat je precies in het midden staat. Ja, ja, zo. Ja, anders had het niet zo gewerkt. Zo het werkt. Ja. Ja, feestfoto's, hè, met lastig licht. Waar je dan op dezelfde manier als waar ik net over praatte. Dat had je al een beetje, dat denk ik. Want dus ik zelf ook. Ja. Nee, hij viel mee. Ja, cool. Ja. Ja, foto's van de jurk. Alleen dan net anders, hè? Ja, cool. Ja. In de spiegel of zo van de kast of zoiets, of die reflectie, of is het rechtstreeks naar buiten? Ja, het is inderdaad een kledingkast die reflectie geeft van de stad Den Haag. Ja, als je daar in zo'n kamer staat en je wil een foto maken van de jurk, dan ga je toch op zoek naar iets wat het beeld anders kan maken. Is. Ja, inderdaad, wat de jurk niet is, wat je erin kan betrekken. Mm-hmm. En dat is dit eigenlijk ook. Weet je, het moment van aankleden, waar moeder helpt, waar je dan toch door de context daar de nadruk op te leggen, wat het beeld bijzonder maakt. Mooi uitje. Ja, dat is een mooi appartement inderdaad. Ja, maar het bruidje was dat. Nou, en de laatste zullen we het houden. Want het is, dit was echt een dramatisch klein kamertje waar die bruid zich ging aankleden. En ik had op dat moment alleen maar 35 mm bij me. Dan moet je dingen gaan verzinnen om je, want je hebt zo weinig ruimte dan, mm-hmm, met 35 mm om de hele scène vast te leggen. Want ik ben daar onder de jurk die daar hangt, ben ik daar half achter gekropen om een soort kader te maken, om die lelijke kast die daar rechts tegen de muur staat enigszins weg te kunnen werken. Mm-hmm. En dan toch een beeld te kunnen maken waarin je niet alles meteen vrijgeeft. Weet je? Door het hoofd van de bruid af te halen, laat je nog wat over aan de fantasie. Ja, je hebt ook het gevoel dat je onder die jurk zit, echt zo, dan hoef je erin. Ja. En even die jurk over je hoofd gepakt en dan zo. Ja, nice. Ja. Nou, ik zou zeggen, fonds hier. Ja, proost. Yes. Ik had nog twee vragen te goed hier, en dat is al beloofd. Wat is de reden betreft foto's die van een bruiloft maakt en voor promotiemateriaal en social media? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Ik heb met mijn klanten bespreek ik het altijd, hoe ik het doe. En in de voorwaarden waar ze akkoord op geven, daar staat ook in dat ik gewoon de foto's kan gebruiken voor wedstrijden, voor promotie, op Facebook, op mijn eigen site natuurlijk. Ja. En heel soms is er een stijl die dan om bepaalde redenen niet wil dat een foto zeg maar sociaal gebruikt wordt, social media gebruikt wordt. Dan hebben ze bijvoorbeeld banen die waarbij dat zeg maar gevoelig ligt. Ja. En dat vind ik vaak wel heel jammer. Ik had vorig jaar een model en die was dus voor één model, werkte nu had nu een andere baan. Waarbij ze veel met mensen werkte die ze cliënten noemden. Dus daar lag het gevoelig en dan mochten ze absoluut niet zeg maar weten dat zij zeg maar bijvoorbeeld ging trouwen. Dat lag heel gevoelig. Ja. Maar zoals model, gewoon knappe meid, knappe vent, in Limburg, vet mooie bruiloft, maar mag er niks van gebruiken. Nee. Andere bruiloft als een straaljager piloot, mocht ik ook niks van gebruiken. Dat is echt vet balen, want dat was echt wel een hele mooie bruiloft. En dat was net de periode dat ze
Nou, ik mag er waarschijnlijk niet eens te veel over zeggen, maar het was gewoon echt balen dat ik die bruiloft heb. Maar dan weet ik ook, dan kan ik mezelf inleven in het geval. En dan probeer ik het nog 2 of 3 keer heel netjes. En weet je, bijna mijn knietjes vragen van, mag ik toch een paar foto's gebruiken? En vaak komen we dan nog, ja, soms dan komt het zo dat bijvoorbeeld nog wel 4 of 5 foto's mag gebruiken. Ja, die ik gewoon op social media kan gebruiken. Ja. Maar, ja. Ben je op fliekbasis geweest toen met ze? Om daar foto's te maken? Nee, dat niet. Nee. Nou, hij trouwde in een ceremonieel pak. Ja. En dan kun je dus zien van, oké, hij is piloot, hij zit in het leger. En dat mocht absoluut niet op internet. Het is gewoon policy van het leger, dat ik ook wel graag. Ik heb vorige week ook een bruiloft gehad waar hij bij de Marechaussee zit. Ja, maar Marechaussee is al anders een S16-piloot. Ja, wel een ceremonieel pak aan. Ja, nee. Klopt, maar als de Taliban bijvoorbeeld een Marechaussee uit Soesterberg te pakken krijgt, of een 16-piloot, dan weten ze wel wie ze houden. Ja? Dus, ja. Ja, dat ligt dus heel gevoelig. Je spreekt het in ieder geval goed af met het bereidsbaar wat je ermee doet. En soms krijg je dus eigenlijk een restrictie van, dat gaat gewoon echt niet. Soms misschien 1%, 5%. Ja, heel weinig eigenlijk. Weinig mensen. De meeste mensen vinden het juist, ik heb ook heel vaak al meegemaakt dat mensen echt zitten te pushen van wanneer komt mijn blog live. En wanneer komt mijn bruiloft live. Want kunnen ze dat delen. Delen en doen. Ja. Want het is natuurlijk ook iets waar je zelf trots mee bent, op bent. En dat is het tofste eigenlijk. Dat het bruidspaar zelf eigenlijk gewoon jouw promotie doet. Ja. Jouw promotie. Gewoon trots is op de foto die je gemaakt hebt. Ja. Eigenlijk promotie maken dat ze zo trots zijn. Nice. Ja. En nog een vraag is van Martijn van Delden. Die andere was van Marco de Lee. Dankjewel Marco. Wat zijn de must-have shots gedurende een trouwdag? Onderwerpen en momenten. Heb je bepaalde must-haves waar je mee gaat als je zo'n dag weggaat? Van, die moet ik echt hebben. De groepsfoto hebben we het al een beetje over gehad natuurlijk. Ja, nou ja, eigenlijk elk gedeelte van de dag heeft zo zijn must-have shots. Tijdens de voorbereidingen moet je denk ik in ieder geval een foto hebben waarbij de jurk aangetrokken wordt. Op wat voor manier dat dan gebeurt, maakt niet zoveel uit. Er komt daarna een ontmoetingsmoment, first look, en dan moet je een goede foto van hebben. Tijdens de fotoshoot moet je in ieder geval 1 knaller maken die ze aan de muur kunnen hangen, vind ik. En meestal gaat daarna de ceremonie beginnen. Het moment van binnenkomen, vader geeft dochter weg. Mm-hmm. Vind ik ook wel een moment wat goed op moet staan. Dan gaan ze meestal een tijdje zitten en dan komt er een praatje. Ja, dan kan je wat overzichtsfoto's maken en wat inzoomen op gasten en op het bruidspaar om leuke reacties te fotograferen. Ja. Maar dat is niks must have eigenlijk. Dan komt het ja-woord. En de ringen delen. En schiet jij echt zo met een shotlist van zo van die foto die ik echt hebben? Nee, maar die momenten schiet je altijd wel. Ja. Heb je wel eens foto gehad van een bruid die dan terugkomt en zegt van ik mis een foto. Ik mis een belangrijk moment. Een must-have shot. Nee. En hoe is dat? Hoe komt dat? Omdat jij altijd alles goed schiet? Of omdat jij je bruidspaar bijvoorbeeld inlicht over must-have shots? Goeie vraag. Ik denk dat ik van elk moment waarvan ik denk dat zij verwachten dat er een foto komt, dat ik daar wel een foto van inhoud in de reportage. En ook als hij iets minder van kwaliteit is, dan knijp ik soms een oogje dicht van oké, dit voldoet niet helemaal aan mijn verwachtingen, maar dit een foto van de ringen wisselen is de enige die ik heb op dat. Van dat moment, dus dan doe ik me wel bij. Ja, dat is ook typisch zo'n ding. Dat gebeurt vaak heel snel. En dat wordt vaak gedaan door kleine kinderen. Die komen hem de ringen brengen. En dat is echt onmogelijk bijna om te fotograferen. Ik heb echt zo moeilijk om daar een goede foto van te krijgen. Want het gaat kinderen rennen van A naar B. Mm-hmm. En ze hebben het ding gegeven, ze rennen weer terug. Dat is gewoon een moeilijk moment om te pakken, toch? Ja. Daar laat ik niemand over. Ja, lijkt me best wel. Zijn er nog must-have momenten geweest die je nog niet gehoord hebt? Nou,
Must-haves. Ik ben het wel inderdaad eens met, er zijn een aantal shots die je gewoon wel moet hebben eigenlijk, als basis. Maar daaromheen probeer je wel eigenlijk shots te schieten die je niet verwacht, of die ze niet verwachten. En die vind ik belangrijker. Mm-hmm. Ik wil dat mijn bruidspaar mij kiest omdat ze die shots krijgen. Niet omdat ze de shotlist krijgen met alle safe shots. Want dan kunnen ze elke fotograaf voor boeken. Ja. En daarvoor wil ik wel, zeg maar, dat probeer ik mijn klanten wijs te maken. Dat laat ik zien op mijn blog, hoop ik. Mm-hmm. Dat zijn shots die, zeg maar, niet van het zijn, of niet op je shotlist staan, niet op je Pinterest board. Ja. Ja. En dat zijn de momenten waarvan ik denk, die zijn authentiek en die zijn origineel. En die, vooral als ze impact hebben, als er waardevolle dingen op gebeuren, zeg maar. Dan zijn het beelden die gewoon sterk zijn en belangrijk zijn. En dat is waar ik voor ga. En als ik dan bijvoorbeeld de kus mis van de foto, dan denk ik, ik heb hem misschien wel eens gemist. En dan kan ik het niet zo boeiend vinden. Heb je die gemist? Shit! Slecht, hè? Ja. Ik denk dat ik hem wel eens gemist heb, maar eigenlijk leg ik... Ik heb het trouwens ook wel eens gemist, maar daarna gaan ze de ringen omdoen en dan kussen ze meestal nog een keer. Ja. Dan heb ik die foto daarvoor gehaald. Ja, precies. Ik ben live, kijk uit. Wat ik wel uit ben gaan stellen is dat de belangrijkste shots, die zijn waarschijnlijk niet gescript, die zijn niet van tevoren bedacht. Ja. En een foto van de kus bijvoorbeeld is echt een heel goed voorbeeld. De foto van kussende mensen, dat is vaak niet echt mooi. Het zijn gewoon twee mensen op elkaar gedrukt, zeg maar, je mond en alles gedrukt zo. Dat is gewoon niet mooi. Ja. Een moment voor de kus bijvoorbeeld is mooi, of daarna, weet je. Dat zijn momenten die mooi zijn om te fotograferen. Dat zijn ook de sterkste kusfoto's, vind ik altijd. Mm-hmm. Maar dat is een typische foto waarvan alle bruidsblogs zeggen van, nou, dat is een must-have foto van de kus. Nou, die moeten we hebben. Ja. En je zegt van, ja, nee. Je hebt niet voor of de na. De foto waar het sterkste verhaal zit van de hele dag is waarschijnlijk niet de foto van die kus. Weet je? Dat is misschien een ander moment. Mm-hmm. Misschien zit tussen alle momenten in. Bijvoorbeeld, ze stapt in de auto en de vader komt net even kijken van gaat het wel? En die weet ik van, die knijpt er de hand vast en die geeft hem een iets kleins. Weet je? En je bent daarbij, je maakt daar een foto van die authentiek is en die echt is. Ik denk dat het een veel waardevolle foto is. Ja, klopt. Dus dat staat ook in mijn overeenkomst ook, dat ik geen shots ga meer bijvoorbeeld. Nee, dat heb je gewoon ingecalculeerd. Ja, maar dat leg ik uit van, oké, het is niet zo dat ik mezelf probeer in te dekken. Ik denk juist dat de andere foto's sterker zijn en belangrijker zijn. Ja, nice. Het is wel een vraag die daar een beetje op aansluit. Je dek je een beetje in. Wat is jullie grootste nachtmerrie tijdens een bruiloftshoot? Grootste nachtmerrie? Ja, waarschijnlijk ook namelijk zeggen met het missen van... Dat al je apparatuur het begeeft. Dat het gestolen wordt. Ja. Mijn kaartjes gestolen worden. Dat zou ik echt heel shit vinden. Ja. Ja, ja, het... ik heb nog nooit een nachtmerrie gehad eigenlijk over falende apparatuur of een bruiloft die helemaal de soep in liep. Tot vorige week. Toen had ik hem voor het eerst. Ja? Ja. Dat waren batterijen die begaven, die ineens heel gek gingen doen. En, maar in principe... Ja, weet je, ik heb zes accu's bij me voor twee camera's. Een heleboel penlights voor flitsers. Altijd twee bodies. Dus ja, dat alles... Je moet je gewoon indekken. Ja. Dat zijn gewoon manieren. Technisch gezien moet je eigenlijk gewoon... Kan je niet wegkomen met van... shit, ik ben fails kwijt. Dat kan eigenlijk tegenwoordig niet meer. Nee. Je hebt zoveel manieren om je fails goed te backuppen. En Canon, ze hebben dubbele slots, Nikon volgens mij ook wel. Mm-hmm. Dus je schiet een RAW en een JPEG ernaast, of twee verschillende kaartjes. Ja. Dus ja, en zodra je thuis komt, backup je het meteen, weet je. Ja. Dus je hebt twee kaarten die hetzelfde hebben, hetzelfde opgestaan. Ja. Dus technisch gezien eigenlijk kun je bijna met geen enkel excuus meer wegkomen, afkloppen. Maar dan weet je bruidsparen vaak niet, hè? Wat? Totdat ze het horen van andere fotografen misschien. Nou, nee, dat zo'n camera twee slots heeft. Nee, okay, maar het is voor jezelf. Ja. 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 Nee, je keer kan wel gestolen worden, ik heb wel van die verhalen gehoord, ja. En ik heb ook wel ik hoor ook wel van fotografen die zeg maar in de aanloop van bijvoorbeeld trouwseizoen, in Nederland heb je echt een seizoen eigenlijk met trouwen, dat is rond de zomermaanden, dat ze dan ook weer echt dromen krijgen en nachtmerries en dat ze dromen over dat ze op een bruiloft staan met alleen de iPhone, weet je. En dan heb ik wel eens gehad. Nou, dat soort dingen. Ik heb wel eens dat soort
Maar ja, dan denk ik ook van ja, je bent er gewoon serieus mee bezig. Je probeert het gewoon goed te doen. Ja. En, maar het laat wel zien hoeveel druk er op een bruiloft eigenlijk wel is om te presteren. Ja, ja. Je moet er wel mee kunnen omgaan. Ja. Er zijn heel veel fotografen die het niet trekken eigenlijk, die bruiloften niet trekken omdat ze het gevoel hebben dat ze echt moeten, weet je. Je kan niet, missen of je kan niet een opdracht hebben. Ja, ja, en daar komt ook nog eens bij dat de meeste bruidsparen die ik nu heb voor komend jaar, die hebben allemaal gezien dat ik best wel wat awardfoto's heb geschoten afgelopen jaar. En die verwachten ook wel dat je een hoge standaard gaat hebben. Ja. Ja, en ze spreken het ook uit van, en heb je nog wat awardfoto's kunnen schieten vandaag? Of gaat vandaag wel weer wat awards schieten? Hè? Ja, ja. Ja, en dan, goed, je kan niet meer doen dan je best. En weet je, we leggen voor onszelf de lat al heel hoog. Als je klanten dat ook gaan doen, dan dat voert de druk alleen maar op. Maar dat maakt het wel leuk. Maar het is wel leuk als je lat een beetje hoog legt. Ja. Over de awards gesproken, we hadden het ook nog over de andere dingen die je een beetje ernaast doet. Misschien wel leuk om zo'n deurtje te openen naar de masters, zeg maar, over awards en dat soort dingetjes. Ja. Ik heb geen verdere vragen, zie ik over... Gaan we helemaal geen break meer doen? Of, dan moet je plassen. Ja. We kunnen nog even foto's aanzetten, kan je snel weer. Nou, dan kunnen we ook eerst naar Dutch Ink albums gaan, dan krijgen we naar de wc. Maakt niet uit. Nee, ik denk, we zitten nu op 1 uur en nog wat, dus we kunnen beter gewoon door. Je hebt voor de feed heb je geen break nodig? Als te uploaden? Nee. Okay. Nee, dus je kan gewoon, je mag, dat is het vrije van hier. Als jij zegt ik moet even naar de weet, dan is het zo. Ja, zo simpel. Nou, goed, ga maar over. Gaan we vanaf de masters gaan we nu naar Dutch Ink. Wat ik net zei, ondernemen naast het fotograferen, zeg maar. Jij hebt ook nog een mooi bedrijf naast het fotograferen van bruiloften. Iets wat daar goed op aansluit. Ja. Vertel daar eens wat meer over, vind ik wel tof. Ja, dat is sinds vorig jaar zijn we begonnen met Dutch Ink albums. Dat zijn fine art albums, dat zijn albums met matte piece, maar geen glans. Maar eigenlijk zocht ik daar al heel lang naar. Toen kwam ik dus in aanraking met Roger, die komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Die maakte albums daar, die heeft al 10 jaar lang heeft hij daar een albumbedrijf gehad. Mm-hmm. Is geëmigreerd naar Nederland, hij heeft ook een Nederlands paspoort namelijk. Hij zocht eigenlijk gewoon klanten, hij zocht eigenlijk gewoon een manier om die albums die het bedrijf wat hij in Zuid-Afrika had, hier in Nederland op te zetten. En toen zijn wij in contact gekomen en toen heeft hij een demo voor mij gemaakt. En ik ben het komen ophalen, kijken en toen zag ik van, hé, dit is precies wat ik zoek, dit wil ik. Ja. Ik zocht namelijk gewoon matte fotoalbums. Ik had een fotoalbum met een soort gloss finish. En dit is echt een ander type album met matte prints. Maar het is wel meer dan mat, toch? Ik heb je ook op de beurs gezien, het is ook een beetje bijna fine art. Ja, het is fine art. Ja. Het is fine art, het is matte prints. Ja, ik weet niet of het Je kan jezelf zien in de camera daar dat je wat je kan richten. Dit moet je gewoon in het echt zien. Weet je, dat komt gewoon niet over als je dit gewoon via de webcam bekijkt. Mm-hmm. Maar dit is bijvoorbeeld mijn demo album. Ik heb deze dan in rood. Ik heb hem ook in bruin thuis. Ik koop veel dan bruin. Mm-hmm. Kan gewoon een handgemaakt product. Ik kan het eventjes voorhouden, kun jij vertellen? Ja. Handgemaakt product. Roger maakt ze met heel veel liefde en passie. En het zijn fine art prints eigenlijk. Ze reflecteren geen licht, zoals je ziet. De printmethode is ook nog, zeg maar, nog mooier eigenlijk dan zeg maar, de prints die ik hiervoor had. Met meer kleurpatronen. En ja, dit is mijn demo album, dit laat ik aan mijn klanten zien. Ja, het is gewoon zeg maar de zwarte die je uiteindelijk krijgt, ook in combinatie met mijn nabewerking, die zijn gewoon niet 100% helemaal zwart, diep zwart zeg maar. Mm-hmm. En dat heeft er ook mee te maken, zeg maar, dat ik het heel mooi vind in ieder geval. Nee. En dat onderscheidt zich op die manier ook van eigenlijk de leveranciers die er nu heel veel zijn. Er zijn meer leveranciers die ook fine prints doen, alleen in Nederland niet echt veel, ik denk, nee? Niet. In Engeland is een grote partij, die heeft ook hele mooie albums, ik heb heel lang getwijfeld of ik die wilde, alleen die zijn heel duur. En je hebt toch een onderneming, dus weet je, je probeert toch uiteindelijk gewoon geld te verdienen. Ja. En dit is heel aantrekkelijk geprijsd, zeg maar, dus, en het is een heel goed product. Qua print en qua kleuren en alles is mogelijk. Ja, ingepakt in een doos. En het is veel goedkoper dan
de Engelse concurrent die ook mm-hmm. Final Print heeft. Okay. Dus ik zie er ik ben er heel blij mee. Teksten in, zeg maar. Je kan ook gewoon teksten in laten. Ja, zilver, ja, dit is een zilver embossing en dit is een linnen coating. Gecoated linnen, sorry. Het is een linnen album met een soort coating. Dus linnen is mooi. Mensen kiezen vaak voor linnen, maar linnen is ook snel vuil. En we hebben een linnen gevonden die gewoon iets een beetje gecoat is. En nog steeds zeg maar eruit ziet als een echte linnen. En die gewoon veel beter kan tegen krassen en tegen een klein beetje vuil en vette vingers. En het houdt een keer op natuurlijk. Ja. Maar het is ook gewoon beter schoon te maken, zeg maar. Als je gewoon een doekje wil hebben en dat is gewoon beter schoon te houden. Ja, nice. Dus ik was heel blij dat wij op die manier zeg maar in contact kwamen. En ik kwam uit een achtergrond met reclame en vormgeving. Dus ik zag een mogelijkheid. Wat nou als ik bijvoorbeeld de promotie zou doen en ik zou een website opzetten, ik maak een logootje. We verzinnen samen een naam. En op zo'n manier zijn we begonnen eigenlijk. En dat is nou een jaar geleden, meer dan een jaar geleden is het. En het gaat eigenlijk heel goed. Mensen zijn worden steeds bekender met onze albums. Ja. Komend seizoen is eigenlijk, daar gaan we heel hard werken, want dan hebben we een aantal vaste klanten nu inmiddels al gekregen. En mm-hmm. daar gaan we heel erg hard ons best voor doen. En hopelijk gaan we gewoon snel groeien. Nice. Waar kunnen we het vinden? Wat is de website? Dutch Ink Albums heet het. DutchInkAlbums.com. .com. Ja, we hebben leren albums, echte leer, we hebben een soort gebonden leer, we hebben linnen. Dus, ja, ik heb een paar vragen voor je over de producten. Dus, wat is de gemiddelde tijd voor het afleveren van het product? Momenteel is het ongeveer 3 tot 4 weken. Het wordt allemaal met de hand gemaakt. Door 2 mensen eigenlijk. Dat zorgt er gewoon voor dat we gewoon voor onszelf incalculeren. We hebben er 4 weken de tijd voor, 3 weken. 3 tot 4 weken de tijd voor. Mm-hmm. We werken het gewoon af op binnenkomst, zeg maar. Dus, ik maak de albums niet zelf, dat wil je niet. Dat is een vak apart. Ja, dat is echt een vak apart. Print is een vak apart, boekbinden is een vak apart. En hier is nog de vraag die daar aan hangt, zeg maar. Is het dan ook gelijk online te zien? En krijgt de bruidspaar de foto's eerst te zien voordat het online gaat? Oh nee, dat zijn eigenlijk 2 losse processen. Dus je hebt fotografen, daarom werken we ook alleen voor fotografen. Ja. Die hebben het hele contact met hun klant voor de invulling van het album. Dus ik maak, Christian maakt bijvoorbeeld een hele opzet van een album en dat spreekt hij helemaal samen af met het bruidspaar. Dus hij stuurt af en toe een opzet van het album, digitaal, pdfje bijvoorbeeld, of hoe je het dan wil doen, smart albums misschien. Ik maak het op inderdaad met een soort gelijk programma als smart albums, Fundy. Ja. En dan stel ik het voor aan het bruidspaar via Album Parrot gebruik ik. Ja, dat gebruik ik ook toevallig. Ja. En dan kunnen bruidsparen zeggen van oké, deze foto wil ik ruilen met die. Of deze mag eruit. Of ik wil die er nog in. En dan geven ze akkoord op het album. Ja. En dan bestel ik het bij de albumfabrikant. Ja. En dan is het, laten we zeggen, een soort van software waar ze commentaar kunnen geven op per bladzijde of zo dan? Of, ja. Ja, okay. Maar dus de fotograaf die heeft uiteindelijk levert hij gewoon spreads aan. Dus, ja, dus gewoon je JPEGs, overleg al gehad. Over resolutie. Ja. Of tips, wat je wil. Uh-huh. En wij printen die files uit en we binden daar een boek van. Ja. Dus, het zijn 2 verschillende werelden. Daarom werken we ook echt alleen maar voor fotografen eigenlijk. Omdat die weten wat ze moeten aanleveren. Dus die weten gewoon hoe ze goede files kunnen aanleveren. En met goede kleurprofielen en zo. Ja. En het contact is al geweest vooraf, zeg maar. Ja. Ja. Ik zie hier een reactie heel mooi. Het is nog van wat we net hebben laten zien, denk ik. Van Robin Vivenko. Hij heeft ook gelijk een vraag. Is het door de matte druk niet kwetsbaarder? Zie je er niet sneller vingers, etc. op zitten zo? Of zit er een coating op? Er zit een lichte coating op, die je niet ziet. Maar fine art is kwetsbaarder, absoluut. Maar we hebben wel een coating erop, zodat je zeg maar, kijk, als je nu echt met iets hards gaat krassen of zo, dan kras je het gewoon kapot, maar dan kras je het papierstuk. Mm-hmm. Dat is met elk papier zo. Ja. En de gloss prints zijn iets beter beschermd, ja, dat klopt. Fine art prints wat dat betreft iets kwetsbaarder. Ja. Alleen het is ook duurzamer, want een chemische print bijvoorbeeld, die gaat over 10, 20 jaar, dan gaat die echt kleuren. En vooral in de naad zie je het al heel snel. Uh-huh. De naad gaat al bijna na een jaar gaat die al kleuren, of 2 jaar soms. Fine art hebben we dat niet. Okay. Want wij printen met een andere methode en die gaat 100 jaar mee. Als jij gewoon goed zorgt voor je album, nice. Dan verkleurt de print zich. Ja, als jullie kijken,
Ellen en Marco, ik moet het album nog steeds maken. Ik denk dat ik dit wel eens ga gebruiken, denk ik. Het is inmiddels 6 jaar geleden. zes jaar. Ja, blijkbaar. Ze hebben mij geschoten, zeg maar. Ellen en Marco, Sas en Verstraetis. Oh ja. Super tof stel om. Je wilde zelf je album gaan maken. Ik zei toen, het gaat zelf. Dus zei ze, doe dat nou niet, zeiden ze. Want dat ga je toen niet doen. Nou, jullie hebben gelijk gehad. En ja, hun maken hun eigen albums. Ja, hun doen een beetje hetzelfde idee nog eens. Thuis maar anders. Thuis in een studio. Ze hebben een eigen studio, oude varkensstal omgebouwd naar een studio. Ja, super. Ja. Ja. Misschien een keer in de uitzending komen. Kan je alles vertellen? Leuk, gezellig. Ja. Ja. Maar het is dus kwetsbaarder, maar dat is eigenlijk als je het wat ruw behandelt. Nou, als je er gewoon normaal mee omgaat, is het gewoon een... Ja, maar mensen gaan er gewoon al voorzichtig mee om. Het is een trouwalbum. Je krijgt hem aangegeven en die gaat er voorzichtig mee om. Ja. Dus mensen die het bekijken, die gaan natuurlijk niet, die gaat niet met een fles cola of met een glas cola en een bak chips ga je dat album doorbladeren. Ja, dan wordt die vies. Ja. Dat is zonde. Nice, dus het is een luxe product en je moet er gewoon voorzichtig mee omgaan. Ja. Ja. Wil je nog wat laten zien, de website of dat soort dingetjes? Die kunnen we erbij zetten. Ja, dat is dat een optie. Je kunt de link erin zetten, dutchinkalbums.com. Ja, de link komt er sowieso bij in het, in de herhaling, zeg maar, op de site zetten we de link erbij. En dat komt dan dat is trouwens de website van Wouter zelf. Ja. Dit is mijn fotografie website, ja. Dutch Ink Albums. Kom. Ja, ik denk dat die eruit is. Voor de beste albums van vandaag. Echt heel mooi. Radiocommercial. Weet je, de mooie foto's van die albums. Zo. Ja. Mooi kleur album ook trouwens. Die kleur wil ik wel, die ik net zag, die, dat groenige, best klopt. Blauwige. Ja, neem ons mee door de neem kijken de site. Maar hier staat alles op. Hier kan je via bestellen ook, zeg, via de site. Of gaat het via een andere... Ja, je moet je registreren als fotograaf. Dus we weten dus alleen voor fotografen dus. Ja. Je moet je registreren op de site met een KVK. Dus echt alleen voor fotografen. Mm-hmm. En dan krijg je toegang tot de bestelformulier. En dan, dan kun je eigenlijk alle opties aanvinken. En automatisch zie je de prijs geüpdate. Dus eigenlijk... Check it out. Je ziet die URL staan. We zetten hem er ook nog onder bij de herhaling, dus dan kan je op je gemakjes even kijken. Maar ik vind die met dat groene wel erg mooi. Hoe heet die kleur? Dat is Jade. Jade, die ga ik bestellen. Jade. Dus Sas bij deze, het wordt een Jade. Dat is de Vermeer met Jade. Vermeer. Ja, en we hebben dus die echte leren albums, die hebben we eigenlijk sinds 2 maanden nu. Mm-hmm. Ja, die gaan echt goed, die lopen echt hard. Dus, nice. Ja, ik heb op de beurs bij Christian, dan bij het event van Christian, jou stond je dus ook eigenlijk. Daar hebben we elkaar gesproken om hier te komen. Heb ik ze gezien live. En dat zag er echt super mooi uit, zeker weten. Ja, top. Nou, top. Nou, Christian is weer terug van de wc, dus ik zou zeggen, ik zet het deurtje weer open van de wc. Ik kom net aanlopen. Nee. Ja, we hebben je net al volgens mij gezien, of niet? Tussendoor nog. Jij kwam binnenlopen met de album, dus we kunnen het gaat helemaal goed komen. Nee, ik zet de deur van de masters weer open. Dat was het deurtje wat ik net openzette. Wat houdt dat in? Wat is het precies? Masters of Dutch Wedding Photography. Dikke 2 jaar geleden kwam het idee om in Nederland een eigen award voor trouwfotografie te starten. Dat was al het een en ander. Alleen, er waren een heleboel trouwfotografen die het anders wilden. En die andere regels, andere manier van jury, andere fotografie voornamelijk, die gewaardeerd moest worden. Mm-hmm. In plaats van de wat meer standaard trouwfotografie die voorheen wel eens won bij wedstrijden. Er werd niet genoeg journalistieke fotografie eigenlijk op een goede manier beoordeeld. En dus dat was een van de doelstellingen van we gaan een nieuwe award starten waar wij als trouwfotograaf zelf echt blij van worden. En toen zijn we een Facebookgroep gestart, dat was ik met Erwin Bekkers. En ik denk dat we 20 fotografen in die groep gehad hebben. Zat jij er ook bij toen? En daar hebben we met z'n allen dus besloten op wat voor manier die award moest gaan werken en waar het allemaal aan moest voldoen. Mm-hmm.
En nou, toen ben ik samen met Erwin dat opgepakt en zijn we daar een systeem voor gaan maken, een website voor gaan neerzetten. En ja, nu zijn we 2 jaar verder en hebben we 8 rondes gehad ondertussen. Dus elk kwartaal hebben we 1 ronde met de awards, waarin fotografen, professionele trouwfotografen, hun foto's in kunnen sturen. Iedereen mag 2 foto's gratis insturen en voor de 3e tot en met de 12e foto betaal je een kleine fee. En die foto's worden beoordeeld door internationale top trouwfotografen. Dus die echt internationaal veel prijzen winnen. Ja, die echt mooi werk maken, die, die weten wat, wat goede fotografie is, wat goede trouwfotografie is. Ja, dat is vooral het, het onderscheid wat we nu hebben, waar fotografen heel blij van worden. Waarom deze wedstrijd nu zo'n succes is. Omdat er elke keer gewoon een goede jury staat. Die, ja, als zij jouw foto beoordelen als awardwinnaar, nou ja, daar word je gewoon blij van. Ja. Ja? En dat is heel wat anders dan, ja, dan wanneer zomaar iemand die je eigenlijk niet zo goed kent, en je foto's zal beoordelen. Ja, dus ja, je moet dat gewoon overlaten aan fotografen, niet aan wedding planners en mensen die niet heel veel verstand hebben. Ja. 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 Dat was echt vanuit de fotografie was het eigenlijk gegroeid, omdat er gewoon in Nederland een aantal wedstrijden die gerenommeerd zijn. En er was eigenlijk frustratie ontstaan, omdat er heel veel toffe foto's gemaakt worden. Dat er echt vernieuwend werk wordt gemaakt. Maar eigenlijk kon je dat niet terugzien in de awards, in de foto's die wonnen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk het punt waarom er frustratie ontstond. En er heel veel fotografen heel erg blij zijn met de masters. Ja, nice. En ik ook, ik was ook echt gewoon, weet je, sponsors, hè. Ja. Maar dat is gewoon, de masters is gewoon, dat is gewoon voor fotografen. Het gaat om de foto's. Het gaat niet om al de shit eromheen. Cool. Hoe komen we op de site? www.de-masters.nl. Kijk, nice. En ja, als je daar nu zou kijken, dan zie je de foto's van de laatste ronde. Zie je daar op de homepage. Heel even onderbreken in de zin van, we hebben nog 3 à 4 minuten voordat de stream stopt. We hebben 1,5 uur streamen, zeg maar. Dus okay. Probeer in die 3 minuten nog je ding te doen. Ja. Nou ja, kijk, we gaan... even kijken, over 2 weken en dan is er weer een deadline. Mm-hmm. Dus er kunnen nu alweer nieuwe foto's ingestuurd worden. Mm-hmm. Dus vooral de foto's die bijzonder zijn, die ja, hij kropt hem een beetje af van de onderkant. Nee. Mm-hmm. Ja. Nog een beetje. Kijk, het zijn allemaal foto's die wat bijzonders hebben. Of er moet een echte emotie in komen, of de compositie moet heel sterk zijn. Maar het zijn bijna geen standaard foto's meer die hier awards winnen. Mm-hmm. En ja, goed, dat is het leuke van deze award. Ja, dan ben ik bij de uitreiking geweest, hebben we live gestreamd, zeg maar, bij jou. Dat is een event wat je organiseert naar aanleiding van de Masters, zeg maar. Ja. Dat is waar de uitreiking plaatsvindt, zeg maar, toch? Ja, dat hebben we nu de afgelopen 2 jaar wel zo gedaan. Het is geen garantie dat we dat blijven doen op die manier. Maar we willen wel 1 keer per jaar een evenement neerzetten. Waar in ieder geval 1 dag wat sprekers vanuit het buitenland komen. Waar de Nederlandse trouwfotografen geïnspireerd kunnen worden door anderen en met elkaar praten over trouwfotografie. Een beetje netwerken met elkaar. En gewoon een gezellige dag van maken. Cool. Dus ja, op die manier leeft het ook echt. Ja. Nee, dat klinkt goed. Nee, we hebben nog 2 minuten. In 2 minuten zullen we rustig afsluiten en zeggen van bedanken voor het kijken en dat soort dingen. Anders dan. Rustig. Ja, nee, het is normaal bij YouTube kunnen we doorgaan. Okay. Bij Facebook is het gewoon zo, na 1,5 uur is de stream afgelopen. Dat is een stop die ze erop hebben gezet. Dus ik moest goed op de tijd letten. Dat hebben we bij deze gedaan. Dus we hebben nog 1 minuutje. Okay. Ik wil jullie bedanken dat jullie er waren. Dat heel top. Ja. Leuke verhalen gehoord. Mooie foto's gezien. En nou ja, we zullen de links allemaal onderin zetten van wat we hebben besproken qua sites en dat soort dingen. Sowieso.
Ja, top. Ja. Gaan we doen van het weekend? Wat zei je? Ga je nog wat doen van het weekend? Wat ik nog ga doen van het weekend? ik ga lekker chillen, want ik heb deze week heel veel gedaan. Zeg maar. Ja. Ja. Ik ben gisteren naar Londen geweest met David. Ja. Zijn we naar de Pinewood Studios geweest. Dat was super top, maar zwaar vermoeiend. Heen en weer vliegen. Dus ik ga lekker chillen. Wanneer ben je in geland? Gisternacht. Oh, gisteren. Gisternacht. Okay, heb je al geland bedoel je nu echt geland? Nee, ik voel me wel weer geland. Ja, oké. Ik voel me weer geland, ja. Dus cheers, het was een goede. Ja. En kijk hem vooral terug. Dit was de eerste keer via YouTube. Het ging volgens, of Facebook, sorry. Het ging volgens mij helemaal goed. Ja. Lekkerloos. En nou, de herhaling komt gewoon op YouTube te staan en op Facebook. Kijk het even na. Vraag in de comments nog eventueel dingetjes en kunnen we het antwoorden. Oké, man. Ciao. Okay.